Oké, ik heb mij een MikroTik router aangekocht en ik wil dus nu gaan verbinden met de MikroTik router om de wireless interface te gaan wijzigen en ook even te kijken wat we hier allemaal kunnen zien op de MikroTik router. Eerst en vooral wil ik je zeggen, indien je nu een verbinding wilt gaan maken met de MikroTik router, gebruik nooit Ether 1 om in te loggen. En we gaan hier zien waarom je dit niet kan gaan doen. Ik ga eerst de MikroTik router gaan aansluiten en dan keer ik terug om de volgende punten allemaal te gaan behandelen. Ik ga deze eerst gaan aansluiten. We gaan even kijken naar ons eerste punt. Wij moeten hier een netwerkkabel gaan aansluiten op de PC en hier op de router. En Ether 1 kan je dus niet gaan gebruiken omdat een MikroTik router bij default is geconfigureerd met een firewall. En deze firewall blokkeert al het verkeer hier die van een PC of vanaf het internet de router wil binnenkomen. En waarom? Omdat Ether 1 is geconfigureerd als WAN interface. En de WAN, dat wil dus zeggen het internet. Deze Ether 1 kan je niet gaan gebruiken. Nu hier een netwerkkabel aansluiten en hier naar de laptop is niet moeilijk. Ik heb hier 5 poorten op de MikroTik router. Wil dus zeggen dat ik poort 2 tot en met 5 kan gaan gebruiken. Ik heb deze nu op Ether 2 aangesloten. Dus het eerste punt: verbind de MikroTik router met je PC of laptop. Dat heb ik dus gedaan. En als controle of we nu een verbinding hebben met de router, gaan we even pingen. Dus ik ga naar command. Ping 192, 168, 88, 1. En we hebben dus een ping reply. Dus een goed teken is een teken dat wij kunnen gaan verbinden met de MikroTik router. Dit is dus uitgevoerd. Neem een netwerkkabel en sluit deze aan op Ether 1. En je moet deze gaan aansluiten op de modem of router van je ISP. Oké, op deze manier ga je een verbinding maken met het internet. Ik ga dat puntje hier al aanvinken en nu gaan we even naar de browser en kijken wat we hier te doen hebben. Dus we gaan naar de browser. Ik geef hier HTTP, niet HTTPS, want dit lukt niet. 192, 168, 88.1. Klikken op Enter. Dit is hier nu de default configuratie die we hier kunnen zien. Ik ga gewoon op Close klikken. En hier zien we dat we op QuickSet zijn ingelogd. Ik ben hier geen voorstander van QuickSet, omdat er toch nog fouten zitten. En wat het probleem ook is, je hebt de configuratie niet in handen. Home AP Dual laat ik staan. En indien je nu een beginnend MikroTik gebruiker bent, moet je eerst en vooral hier je wireless interface gaan aanpassen. En dit doen we hier bij Country. Wat ga ik hier doen? Ik ga de wireless interface wettelijk in orde stellen door het land in te geven waar het access point zich bevindt. Dus ik ga hier bij Country, ga ik hier naar België. Het is al wat je moet doen om deze wettelijk in orde te brengen. Dus apply configuration. We hebben dus QuickSet een klein beetje gezien, maar ik ga hier niet veel woorden aan QuickSet verspillen. We gaan even kijken naar WebVig. En WebVig is een totaal andere interface wat je hier ziet.
Dit is dus de interface waar je van A tot Z de MikroTik router kan gaan configureren. Oké, wat ga ik hier doen? Ik ga het paswoord gaan wijzigen. De default configuratie heeft als login admin zonder paswoord. En oké, dat kunnen we niet gaan doen natuurlijk. Wat ga ik doen? Ik ga dus naar System. En we gaan hier doorscrollen naar Users. Hier. Dit is hier nu de default login. Maar we gaan een nieuwe login maken. En waarom? Omdat admin, als we de admin gebruiken, root, administrator, support, dat zijn dingen die gemakkelijk te raden zijn voor een hacker. Wat gaan we doen? We gaan dus gewoon een andere naam gebruiken. Add new. En ik ga hier als username, ga ik hier bijvoorbeeld mijn naam geven. Zo, oké. De groep is full access, dus we hebben dus volledige toegang tot de MikroTik router. En hier geef ik dus een paswoord in. Test is voldoende. Bij mij toch natuurlijk, dit is hier een lab. Ja, dan moet je niet gaan ingeven, want dan kun je zowel admin en blanco laten. Oké, goed. Wat heb je hier nog? Allowed adres. Wat wil dat zeggen? Je kan hier een IP-adres of IP-range gaan ingeven. Vanaf deze IP-range kan je zeggen van oké, deze IP-range heeft toestemming om in te loggen op je router. Dit geeft toch wel een veiligere toestand. Dus we gaan hier, in dit geval nu, 192.168.88.0/24 ingeven. Je kan natuurlijk ook een IP-adres ingeven. Maar ik ga hier beginnen met gewoon de IP-range. Apply en oké. En de admin gaan we gaan verwijderen. Dus we klikken hier op Remove. Dit was het zo'n beetje, maar we gaan hier nu een reset configuration gaan doen, want ik wil nu eigenlijk mijn router volledig zelf gaan configureren. En ik ga dus reset configuration en we gaan hier no default configuration gaan aanduiden. We gaan hier reset configuration en oké. Nu is de MikroTik router aan het heropstarten. En er is hier een probleem waarom wij gaan geen default configuratie meer hebben. Dit wil dus ook zeggen dat wij geen IP-adres meer op de router hebben. We kunnen niet meer inloggen op deze MikroTik router. En oké, er is een oplossing. Maar dit is dus voor een volgende tutorial. Ik ga eerst even kijken op de browser. Dus we gaan terug naar de browser. HTTP. Dus ja, 192.168.88.1. Ja, ik heb geen toegang meer tot de router. Als je de volgende tutorial bekijkt, ga ik zorgen voor een oplossing. Zo. Dat was het voor deze tutorial. Dus via de webinterface kan je gaan inloggen op layer 3. Wat wil zeggen dat via het IP-adres. En natuurlijk moet je PC, hier zoals ik getekend heb, in dezelfde IP-range liggen. Oké, maar nu heb ik hier geen IP-adres meer en zit ik met gebakken peren. Oké, maar ik ga je laten zien in een volgende tutorial wat je hieraan kan gaan doen. Ik hoop dat je de volgende tutorial ook bekijkt. Dank u voor je aandacht en tot ziens.